Deze camera is jouw vrijheid. Oh, er komt nog zo'n zo'n Halo guy bij. Dus mensen denken dat ze Halo spelen. Oh shit, wat gebeurt daar? Ja, ze zijn jong aan het doodschieten misschien. Zie jij? Maar maakt niet uit, wij beter niet bemoeien. Moeten we niet met de camera daar naartoe? Nee. Wow, kom man, dit is politie is corrupt man. We zijn. Wow, dit is een goede episode. Nee, dit is okay, een ja, ga. Oké. Pak jij microfoon, pak ik camera. Ja, dit wordt onze nieuwe baan. Yes, even een kleine mededeling. Vanavond om 6 uur ben ik weer live te vinden op Twitch. Een paar streams geleden probeerde ik dus te kwalificeren voor de Weekend League. Dat liep niet helemaal zoals gepland. Kom maar, nog een keer. Kom maar, klaar. Dit is het. Welkom bij... Ik wil niet schapjes maken. Zoals jullie zien ging dat niet helemaal lekker. Maar hey, er is weer een controller. Hij is heel en we gaan hem proberen heel te houden. Want we gaan kwalificeren voor de Weekend League. Hopelijk haalt de controller het. En misschien gaan we daarna ook nog wat andere dingetjes spelen. Misschien roleplay, ik weet het niet. We zien het wel. In ieder geval, wat ik wel weet, het wordt een gezellige stream die je niet wil missen. Vanavond 6 uur. Kom maar checken. Volg alvast. Want geloof me, dit wil je niet missen. Jongens, we gaan weer verder met de video. Welkom bij Politie is Corrupt. Corrupte politie... Waar is politie? Ja, ik heb microfoon. Wow, waar zijn ze? Kom hier, hier. Oh. In de kader. Ja, ik heb je goed, Deze week in corrupte politie. Nee, politie is corrupt, doe even goed, even opnieuw. Dames en heren, deze week in corrupte politie. Je ziet hier, ze zijn zomaar aan de man aan het opvangen. Goeiedag, wat is hier gebeurd? Ze lopen mij zomaar aan te rakeren. Oh nee. Zend dit uit, afstand nemen, wie is dit? Peter, hij heeft grote machine geworden. Wie is deze? Deze man denkt hij zit in Star Wars. Wie is dit? Doe twee stappen achteruit. Je mag gewoon even afstand nemen, chef. Oh nee, bro. Pas op met die wapen, bro. Mijn vuisten, als jij code 2 krijgt, bro, ben je klaar. Hey. Ik heb niks gedaan, man. Laat me met rust. Schreeuw het uit op camera. Deze camera is jouw vrijheid. Oh, er komt nog zo'n zo'n Halo guy bij. Dus mensen denken dat ze Halo spelen. Maar doe even verslag. Oké, dames en heren, wij staan hier op deze straat, Richard Majestic straat. Deze jongens die zijn deze kleine jongen aan het oppakken met Adidas tas. Ik weet niet waarom, wat gebeurt. Kan je ook even shout-out naar mij doen, naar Peter Piet? Yes. Ja. Okay. Ik ben hier met cameraman Peter Piet, uiteraard. Leg alles vast. Zometeen komt misschien Kees van der Spek ook nog even langs om deze jongens even goed aan te pakken. Ik ben gestegen, man. Ja, nu, je kunt ook gewoon rustig in de microfoon praten. Niet iedereen hoeft mee te genieten van uw verslag. Dit is voor een vrije straat. Zak jullie aan. Wat? Sorry? Ik heb niks gedaan. Dit is toch gewoon een openbare plek? Ik heb locatie te verlaten. Oh bro, wacht maar. Okay, ik ga jouw gezicht onthouden. Let op, Pac-Man. Let op. Heb je alles al vastgelegd? Ja, ik heb alles vastgelegd. Oké. Zeg even bedankt voor het kijken en dan kunnen we weer verder. Bedankt voor het kijken naar Politie is Corrupt. We zien jullie volgende week. Vergeet niet om duimpje omhoog te doen met linker of rechterhand. En als jij bent geen hand, dan doe maar meteen. Dankjewel, tot je. Ik vind het mooi, Mammoet. Ik vind het mooi. Goed. Oké, okay, pas op. We moeten even tanken, vriend. Moeten we tanken? Oh, nee, jij hebt genoeg geld. Ik heb nog maar 30 euro. Jij hebt me weer teruggeholpen aan mijn gokverslaving. Ja, wacht. Ik moet tanken, joh. Waar ga ik heen? Wat ga je parkeren? Ja, wacht. Hey, bro, pas nou eens op voor mijn auto, man. Ben jij een rapper of zo, jij dat je? Pas nou eens op voor mijn auto, man. Het klinkt wel als een tune, van heel kleine. Mammoet! Ja. Ik heb misschien een connectie, nieuwe connectie voor een mes. Oké, is goed. Mooi. Ja, ik kan hem niet lager krijgen als voor 30, maar ik probeer nu eventjes... Maar wat dan zeg jij tegen hem? We geven jou nu 20 en dan morgen nog 10. Oh, dat kan ik proberen, maar dit zijn gozers waar je geen problemen mee wil. Vriend, we gaan daarheen, we regelen wel. Kom, Mahmoud kan goed praten, echt. Ah, ik heb gevraagd of we kunnen mieten. Oh, die donuts zien er wel lekker uit. Zo. Ja. Neem eentje, hoor. Koop een voor jezelf. Ja, koop eentje voor mij. Ja, is goed. Oké. Hey, thanks. Oh, dat is een lekkere donut. Au! Oh, wie zet zijn auto hier neer? Ah, bij mijn voet. Mahmoud, mijn voet. Goeiedag. Wie heeft zijn auto zo voor de deur geparkeerd? Mijn voet is verbrijzeld. Jouw voet? Mijn voet. Wat is met jouw voet? Mijn voet. Nee, jij kan niet zomaar weggaan. Kom joh, Peter, we gaan naar de jongens die je hebt gezegd. Kom, maakt niet uit, kom. Kom, laten we even op zoek gaan. Misschien kunnen we nog ergens wat geld regelen. Ja, is goed. Mammoet! Ja, vriend, je auto is helemaal naar de klote, joh. Maar weet je hoe dat komt? Dat jij de hele tijd inrijdt? Ja, dat is waar. Kom, laat mij weer rijden. Oh, ik sta officieel in de min. Weer een boete.
Weer een boete. Oh, wat moet ik weer? Ik word het zat. Hey, daar is andere. Hey, Frit, kijk, ze stelen onze YouTube-serie. Oh! Oh, wacht. We gaan even wachten tot hij is weggestuurd, dan gaan we achter hem aan. Niemand steelt onze YouTube-serie, man. Zouden we het liefst willen aanrijden. Hé, hey, waarom stel je onze YouTube-idee? Hallo, meneer, ik ben mijn broer aan het filmen. Dit is van mijn interview. Oh, dit is jouw broer? Ja. Ik ben gewoon mijn broer aan het interviewen. Ik weet niet wat u hier komt, hoor. Ik denk dat u weet hoe het weg is. Oh, jij bent van de politie. Ja, ik ben van de politie. Welkom bij Politie is corrupt en steelt onze YouTube-ideeën. Hallo, meneer, wilt u graag... Hallo, meneer. Ik ben corrupt, meneer. En nu ben ik een beetje klaar mee. Wilt u even graag maken dat u weer wegkomt? Of was hij toch bezig? Wacht even. Even kijken. Hoe heet jij? Mijn naam is Julian Jansen. Even kijken. Is dit de Julia Jansenstraat? Nee, maar toch ook niet de kale knikkenstraat, of niet? Nou. Peter, Richter. Ja. Dames en heren, welkom bij de YouTube-serie van corrupte politieagenten. Waarbij de YouTube-serie wordt gestolen door corrupte politieagenten. Ja, hoe kan dat dan? Ik ben geen corrupte politieagent. Kunnen wij eventjes Julian Jansen spreken? Dat kan zeker. Julian. Yes. Betaal ons gewoon 1000 euro, dan heb je tv-rechten. En YouTube-rechten. Ja, ik vind het goed. Dan krijg je alle rechten om ook politie is corrupt. Maar je moet ons wel in de aftiteling zetten. Ja, nou vooruit dan maar. Ja. Peter en Mahmoud in de productions. Even kijken, waar 10.000 euro binnen. Oké, okay, dankjewel. Wacht even. Hoeveel afleveringen wil je opnemen? 3. Oh ja, dat kost 3.000 per aflevering. Nee. Heb ik op mijn internet betaald? Mahmoud, hij heeft betaald. We gaan weer door. Ja, oké, okay, goed, hoeveel hebben we nou? Ja, ik heb nu weer 950. Want ik stond net in de boete, dus... Oké, ik heb in totaal... 23.000. Och. Heeft die vriend al gereageerd, of niet? Nee, man, ik krijg geen reactie meer. Maar maakt niet uit, we gaan het regelen. Oké, okay, hoe komen we nog meer aan geld? Kun je een beetje vechten? Ja, ik kan wel vechten hoor. Maar ik heb niet zoveel... mijn spieren moeten nog een beetje groeien. Maar, oh. Ja. Misschien kunnen we wel vechten tegen mensen in de ring. Hoeveel spieren heb je al gevecht? Of wacht, laat maar terug naar casino gaan en die 1000 daarin zetten. Nee, Peter. Oh. Echt waar? Ja, ik weet niet. Beter niet, hè? Beter niet, Peter Pitt. Oh, ben jij vroeger rapper geweest? Vroeger rapper? Ja, klopt. In mijn jonge jaren. Ik heb gerapt, joh. Gaan we naar casino? Ik denk dat het casino geen goed idee is. Ik denk het niet. Eigenlijk, als je zo over nadenkt, hè, wij zijn eigenlijk het meest opgeschoten met casino. Maar, als je gaat één keer fout, dan is het weer klaar. Wij zijn weer bij bodem. Dat is wel zo. Laten we het niet doen. We zijn er bijna. We zijn er wel bijna, klopt. Hey, Mahmoud, waar kom je eigenlijk vandaan? Marokko, bro. Ik denk dat je Turks was. Ja, iedereen zegt tegen mij. Maar ja, misschien mijn vader was wel Turk, ik weet niet. Waar breng je ons heen, joh? Ik weet waar het niet. Waar kom jij vandaan eigenlijk? Ja, naartoe. Waar ga je heen? Oh, hey, wat sorry. Doen jullie? Ja, ik volg deze. Hey, okay. Jongens. Ja, we doen straat erin, Steven. Yo. Jongens. Ah! Wow, dit meen jij niet, toch? Wow, mijn auto zit vast. Mijn auto gaat er niet meer tussenuit. Hoe is dit gebeurd? Hoe de fuck krijg je dit voor elkaar? Oh, mijn deur is eruit, oh. Wacht, lukt wel, Peter, lukt wel. Ga maar, links, rechts. Ja, hey, jongens. Jongens, willen jullie straatrace doen? Ja, kom maar. Ja, maar hoeveel geld zetten wij? 1000. Oké, geef die 1000. Oh, Ik kan je wel 100 geven, dat heb ik op zak. Nee, ik ga niet racen voor 1000. Wat een zwerver. Komt die met zijn Too Fast Too Furious auto. Met zijn Honda Civic. Maar het begint wel een beetje moe te worden, Peter. Dus ik denk deze keer, wat wij moeten doen is die mesh regelen. En volgende keer, wij gaan die overmorgen. Ja, ik denk het ook. Vandaag sowieso die mesh, of in ieder geval de geld voor de mesh. Dus breng ons naar casino. Nee, is niet goed. Nee, geen casino. Wow, het is een beetje koud zonder deur, man. Ja. Maar ja, als wij nu auto maken, dan kost het ook weer geld. Peter, ja. Kom jij even met goed idee, joh. Wow, ik zit mijn hoofd te kraken. Maar... Het is tijd voor casino. Nee, maar alsjeblieft, geen casino. Laatste kans. Daarna, wij gaan nooit meer daarheen. Kijk, we zijn er dan. Beloofd? Oh, ja, gekke bliksem. Het weer zegt dat we het niet moeten doen. Of juist wel, vriend. Ja.
Maar dan ga ik wel hier gewoon heel verdrietig buiten staan. Dus maar... Oké, okay, blijf jij hier. Ik ga naar binnen. Nee, ik wil erbij zijn. Nee. Jawel. Beter. Nee. Ik moet erbij zijn. Ik ga jou geluk brengen. Het is alles of niets. Wat, hoeveel zit ik in? 20? 20 op één getal. Of op één kleur? Nee, op rood of zwart. Oh, laat mij eerst eventjes op 0 zetten. Nee, jij moet niet. Wil je zeggen dat ik ongeluk ben? Oh, deze tafels zijn defect. Mammoet, waar ben je? Mammoet, oh, hij is snel weggegaan. Oh, hij gaat zonder mij gokken. Mammoet! Waar is Mammoet? Mammoet, waar ben je naartoe? Mammoet! Oh, waar is Mammoet nou? Mammoet, die zonder mij gokken, man. Peter, komt ie. Ben je klaar? Ik ga 20.000 zetten. Groen of zwart? Oh, nee. Doe het niet. Peter. Ik zou die auto's weghalen, anders neemt de politie die in beslag. Hey boys, rood. Wow, we zitten onze levensgeld hier neer te zetten. Die auto boeit me niet meer. Ik zeg zwart, Peter. Ik heb gedaan zwart. Oh man. Oké, dan gaat hij, Peter. Nee. Durf niet te kijken. Oh, man. Peter, alles verkeerd, Peter. Alles weg, Peter. Nee. Ja, echt. Nee! Alles weg. Oh nee, Peter. Man, ik begin zelfs te hallucineren nu, man. Mammoet, zeg alsjeblieft dat het een grap is. Nee, het is echt geen grap. Oh. We waren zo dichtbij. Ik ga nooit meer hier naartoe. Nooit meer in mijn leven. Dit meen je niet. Meen het, Peter. Ik heb nu nog 3000. Hé, hey, wat is dit? Kom dit er... Goeiedag. Sorry, police. Sorry. Ja, hij staat verkeerd geparkeerd. Maar jullie, oh ja, jullie zetten hem even weg. Jullie staan ook geparkeerd. Wij komen even ons werk doen, meneer. Oké, je hebt gelijk. Ja, we hebben een slechte dag. Al onze geld is weg. Peter, het is klaar, Peter. Hé, hey, blijf zitten. Ik heb nog 900. Het is alles... Het was alles of niets. Blijf zitten. Peter, nee. Blijf zitten. Ik kom zo terug. Alles of niets. 1000. Op groen. Hey, nog een keer, man. 1000 op groen. Nee, op rood moet je doen. Bro, bemoei je met je eigen money. Oh, het gaat. Oh, al mijn geld weg. Peter, wat is er gebeurd? Niet rijden. Peter, je komt. Ik wil niet meer praten. Peter, we waren zo dichtbij. Luister, we gaan nu iemand gewoon random de tyfus inslaan.